liggen in de gelder. Ja, kom ik. Kom binnen. Zou je wat drinken willen? Ja, water graag. Nou, kom eraan. Pak ik even je cv erbij? Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. U wilt hier komen werken? Jazeker. Ik ben gekomen voor de vacature vakkenvuller. En mag ik u vragen hoe u dan op deze vacature bent gekomen? Nou, ik ben op zoek naar een baantje. En ik heb familie en vrienden. En die hadden ook al voor me gekeken. En op internet kan je dat tegenwoordig allemaal vinden. En ik zag dit staan op zo'n site. En ik dacht, waarom niet? En waarom wil je dan juist bij dit bedrijf komen werken? Nou, ik heb gehoord dat Albert Heijn van vrienden, dat het gewoon super fijn werken is. En vooral hier in dit dorp. En ja, dat wil ik ook wel. Oké, nou dat is fijn om te horen. En heb je buiten school nog activiteiten zoals sporten of hobby's? Nee, ik doe helemaal niks. Oké, dus we kunnen hier lekker veel uren inzetten. Precies, ja. Nou, ik vind het in ieder geval fijn dat je gekomen bent. We hebben momenteel nog 6 uur contracten klaar liggen. Kun je ons misschien nog vertellen wanneer je beschikbaar bent? Ik ben elke dag beschikbaar, behalve de woensdag. Oké, dan zullen we nog contact met je opnemen. Heb je nog vragen? Hoe gaan jullie precies contact met mij opnemen? Dat gaat via de telefoon, want eerder in de mail heb je al je telefoonnummer gegeven en dan zullen we je bellen op dat nummer. Oh, ja. En zijn er nog meer mensen die op deze vacature hebben gesolliciteerd? Ja, dat is zeker gebeurd. In totaal 24 mensen hebben gesolliciteerd. Voor de rest heb ik geen vragen. Oké, okay, dat is mooi. Dan is alles duidelijk. Dan houden we het hierbij. En hopen tot de volgende keer. Ja. Hartelijk dank. Bedankt. Ah, en tot ziens. Als collega's. Mag ik mijn jas meenemen? Ja. Oh, uiteraard. Hetzelfde. Wacht even.